Daarnaast is het natuurlijk ook met het oog op de pandemische paraatheid, dus het voorbereiden. We weten nu wat een enorme crisis dit veroorzaakt. En dat willen we ons niet weer door laten overvallen als er zoiets gebeurt. Dus we zijn heel erg aan het kijken, wat zijn nou de scenario's die je moet voorbereiden om dit in de toekomst te voorkomen. En dat is natuurlijk iets waar we met elkaar, wetenschappers, onderzoekers, de politiek, ik als minister, naar moet kijken. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af aan welke termijn de minister dan denkt. Want inderdaad, er kan elk moment weer een nieuwe pandemie uitbreken. Nederland zat als enige land in Europa in een vierde lockdown. We hebben nog steeds niet opgehelderd wat nou de oorzaken zijn. Ik denk dat het een veelheid aan oorzaken is van de oversterfte. Ja, we weten dat 5 jaar voor het uitbreken van de coronacrisis we 914 IC-verpleegkundigen meer hadden dan de start. Nou, dat soort onderzoeken van verschraling van zorg worden niet eens gedaan. Wanneer komen wij nou met een gedegen aanpak van dit nooit meer? Als die resultaten van deze onderzoeken er zijn, dan kunnen we, maar ik ga daar niet op speculeren, maar het zou een van de uitkomsten kunnen zijn. Dat weet ik niet, want ik weet niet waar het op. En eigenlijk wil ik mij ook helemaal niet laten verleiden tot speculaties, maar u doet het toch. Maar het zou kunnen zijn, ik weet het niet, dat daar iets uitkomt waarvan ze zeggen, daar moeten we op dat moment op acteren. Dat is heel erg belangrijk om mee te nemen in onze voorbereiding op een volgende pandemie. En we verwachten dat deze resultaten er voor de zomer zijn. Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de pandemische paraatheid. Dus in die zin komt het goed samen. Nou ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk niet dat de minister het zo heeft bedoeld te zeggen, speculaties, want ik speculeer juist niet. Ik hou alle opties open. Ja, als het gaat om de oversterfte heb ik een heleboel verschillende mogelijkheden geopperd. Maar ook mijn zorgen als het gaat om die pandemische paraatheid. Ja, we zaten inderdaad als enig land in Europa in een vierde lockdown. Ik denk niet dat ons land dat opnieuw aan kan. Als er weer een pandemie komt, huppen, klats, alles maar dicht. En nou ja, we gaan elke dag naar de IC-cijfers kijken. En dan zien we wel wat er gebeurt. Het opschalen van de coronazorg en het tegelijkertijd afschalen van de ziekenhuiszorg heeft sowieso langdurig tot een ramp geleid. Dat kunnen wij op basis van die onderzoeken allemaal wel concluderen. Dus mijn vraag is aan de minister, op welke termijn denkt ze nou, ja, meer te kunnen zeggen over wat we nou eigenlijk gaan doen? Voorzitter, twee dingen. Ik suggereerde niet dat mevrouw Agema speculeert. Ik zei, ik wil zelf niet speculeren, dus ik sprak meer mezelf toe. Maar waar het over gaat, is precies wat ik net zei. We willen ons voorbereiden op een mogelijke nieuwe pandemie. En daarvoor is het nodig dat we goed zicht hebben, ook over de dingen die fout zijn gegaan. En daar zijn we natuurlijk, ik bedoel, er is niemand hier erop uit om zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Maar we willen gewoon weten hoe het was, wat we anders moeten doen. Prima. In een andere situatie. En dat tijd neemt, dat is helaas de werkelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Ja. Heel kort. Ja, dank u wel, kort. Voorzitter. Nog één korte, hele andere vraag. Want dat is ook wat ons in het begin van de pandemie zo vreselijk in de problemen heeft gebracht. Dat we zagen bij het Amphia ziekenhuis dat 10% van de medewerkers gewoon corona had zonder klachten. Maar dat het corona-karakter nog steeds als SARS werd neergezet. Ja. Dus omdat er de hele tijd maar op de wetenschap werd gewacht. En nu gaan we de hele tijd wachten. Maar er liggen al heel veel onderzoeken. Ik denk dat het wel tijd wordt om conclusies te trekken en plannen te maken. Ja. Dat we niet weer zo diep in de problemen komen. Maar we hebben dus ook al een aantal conclusies. Precies wat mevrouw Agema zegt. Die gebruiken we al om te kijken, hoe moeten we omgaan met de volksgezondheid als er een nieuwe pandemie uitbreekt. En natuurlijk herinner ik me heel goed de start van COVID-19, de pandemie, en hoeveel er onduidelijk was. En hoe we ook vaststelden met elkaar als Kamer, waar ik toen nog in zat, dat er veel te laat eigenlijk was geanticipeerd op mogelijke
crisis zoals de COVID-19-crisis ja. was. Dus daar hebben we ook al. Daar heeft eigenlijk iedereen. Ik heb de neiging om weer te zeggen, omdat ik toen nog in de Kamer zat. Maar daar heeft ook vanuit het ministerie. Was er al eerder eens een keer aandacht aan besteed. Maar het was. Het overviel toch uiteindelijk veel mensen. Dus precies wat we nu niet willen. Is precies waarom we onderzoeken doen. Ja. En dat betekent. Ik herhaal mezelf. Dat zijn de vragen die ik heb gekregen. Ik heb van Forum geen vragen gehoord. Alleen maar een betoog wat zo ongelooflijk veel wantrouwen uitstraalt naar wat wij hier allemaal gedaan hebben en doen. Dat ik me niet geroepen voel om daar serieus op in te gaan. Meneer Van Meijeren. Oh, ik dacht dat jullie tegen elkaar gingen botsen. Maar... Ja, graag zou ik de minister even op willen wijzen dat ik niet ben verkozen om de regering te vertrouwen, maar om de regering te controleren. En dat is wat ik hier doe. Dat is een hele terechte opmerking. Natuurlijk moet de regering gecontroleerd worden, maar dan wel op basis van feiten en vertrouwen in de wetenschap waar we hier mee werken. Prima. Afrondend, dan gaan we naar de tweede termijn. De heer Van Meijeren nogmaals. De minister gaf aan dat de regering gecontroleerd moet worden op basis van feiten. Ik heb heel veel feiten benoemd in mijn betoog. Kan de minister een feit noemen waar ze het niet mee eens is? Want dan kunnen we daar misschien een inhoudelijk debat over voeren in plaats van hier trucjes uit te halen met elkaar. Als er trucjes uitgehaald worden, dan gebeurt dat door Forum voor Democratie. Er zat zoveel onzin in dat betoog dat ik daar... Het komt niet eens in me op om daar serieus op te reageren. Ga ik ook niet doen. Ik vind het geen serieus debat wat u voert. Afrondend kort. Ja, voorzitter, ik vind het een schoffering van de Kamer dat de minister weigert in te gaan op de feiten die benoemd zijn door een gekozen volksvertegenwoordiger. En daarmee schoffeert ze niet alleen de Kamer, maar ook alle mensen die op Forum voor Democratie gestemd hebben, die ook deze zorgen hebben en heel graag een reactie van de minister zouden willen hebben. Plus, ik vind het levensgevaarlijk dat de minister hier een gekozen volksvertegenwoordiger verdacht aan het maken is. En een volksvertegenwoordiger die gewoon corruptie en mogelijke zorgen ter sprake wil brengen, hier op deze manier schoffeert. Tot zover de eerste termijn. Nu we het toch over aan hebben. Ja, ik wil nog even mijn zorg uitspreken, voorzitter. 4 jaar geleden had ik veel zorg dat in tijden dat er heel veel wetenschappelijke kennis betrokken of bekend werd, dat niet betrokken werd in beleid. En diezelfde zorg heb ik eigenlijk nu ook. Dat je ziet dat steeds meer rapporten bekend worden als het gaat over de oversterfte, maar dat ik echt de vertaling naar beleid mis. En dat wil ik nog als slotwoord zeggen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Sinds het begin van de injectierondes hebben we niet alleen te maken met extreem hoge sterftecijfers, maar ook met historisch lage geboortecijfers. In de jaren 2022 en 2023 waren de geboortecijfers zelfs lager dan ooit sinds het begin van de metingen in 1995. Een officiële verklaring hiervoor is nog niet gegeven, maar we kunnen in ieder geval constateren dat uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat bij mannen die geprikt worden het aantal zaadcellen afneemt, dat vrouwen last krijgen van menstruatiestoornissen, dat die mRNA zich door het hele lichaam verspreidt, onder andere tot in de geslachtsorganen. En een duidelijke verklaring voor die herstel voor die ondergeboorte is nog niet gegeven. En daarom de volgende motie. Ik ga snel praten. De Kamer gehoort de beraadslaging, roept de regering op een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de lage geboortecijfers. En daaraan voorafgaand een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen. En gaat over tot de orde van de dag. Dan gaan we naar motie nummer 3 van mevrouw Agema. Die vraagt onderzoek naar de coronastrategie over sterfte en vaccinatieschade. Ook hier moet ik zeggen toch het wetenschappelijk onderzoek afwachten. De evaluatie is gedaan door de OVV en de kabinetsreactie volgt binnenkort op dat rapport. En daarin wordt... ook gekeken naar de evaluatie van hoe we met die crisis zijn omgegaan. Dan motie nummer 4. Dus is 3 ontraden? Oh, ja, 3 is ontraden, ja. Prima, ja. Motie 4. Korte vraag, mevrouw Agema, kort. Wat is dan de reden? Is het ondersteuning van beleid? Is het overbodig? Wordt het al gedaan? Wat is de reden? Dat is de reden. Het is overbodig, is gedaan.
Krijgen we binnenkort een kabinetsreactie op. Komt niet bij mij vandaan, maar die volgt wel. Prima. Nou ja, als deze motie overbodig is, dan houd ik hem aan, voorzitter. En dan ga ik even kijken wat er in dat rapport staat. Hè? Motie op stuk nummer 3, motie Agema van der Plas aangehouden. Motie 4. Motie 4 van het lid Dijk. Dat gaat over de sociaal-economische gezondheidsverschillen. En de heer Dijk verzoekt de regering om structureel te investeren in preventie. Er wordt structureel geïnvesteerd in preventie. Dus als de heer Dijk vraagt om extra middelen daarvoor... Dan ontbreekt de dekking. En dan zou ik niet weten hoe we daar uitvoering aan moeten geven. En de heer Dijk bevestigt dus dat het gaat om extra middelen. En dan is hij dus bij deze ontraden. Motie 5. Motie 5 is ook van het lid Dijk. Daar vraagt hij om alle wetsvoorstellen en beleidsmaatregelen te toetsen op het effect op de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Die is overbodig, want dat doen we al. Alle wetgeving wordt getoetst overeenkomstig het integraal afwegingskader. En daar komen deze gezondheidsverschillen ook aan de orde. Dan kom ik bij motie nummer 6 van mevrouw Thiele. Verzoekt de regering om te komen tot protocollen die gegevensuitwisseling sneller en makkelijker mogelijk maken. Dat is oordeelkamer. En dan ga ik naar motie nummer 7, ook van mevrouw Thiele, samen met het RIVM veilig actuele vaccinatiegegevens mogelijk maken. Die zal ik toch moeten ontraden, want wat is actueel? Mevrouw Thiele zou daar nog over na kunnen denken om dat verder te omschrijven, want op dit moment gaat het om een maand. Nou, dat is voor wetenschappers actueel genoeg. Motie nummer 8. Verzoekt de regering ontsluiting van vaccinatiegegevens in één centraal overzicht. Mevrouw Thiele vraagt daar ook in die motie om. Dat is oordeelkamer, mits akkoord met de interpretatie die ik al eerder heb genoemd toen dat in de inbreng van mevrouw Thiele aan de orde was. Ik kan het wel herhalen, maar dan zijn we nog wel even bezig. Mevrouw Thiele? Ja, volgens mij zijn tenminste, ik herhaal het toch even kort. De HPV en corona kan wel dit jaar, de andere vaccinatiegegevens nog niet. Maar ik zou dan graag toch een soort van tijdshorizon willen weten voor die andere. Ja, ik heb al gezegd, ik kan niet toezeggen dat het voor het eind van 2024 rond is en inzichtelijk. Ik denk dat de horizon echt wel misschien wel een jaar zou bevatten. Laat ik veilig zijn in die toezegging. En dan is die oordeelkamer? Dan is het oordeelkamer. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik schrik een beetje van het stemadvies van de minister. Want gedurende de coronaperiode was de opt-out uitgeschakeld. Voor mensen die nadrukkelijk geen uitwisseling van hun gegevens willen. Dus normaal gesproken ben ik erg voor dataverzameling, noem maar op. Maar in dit geval vind ik het een hele lastige. En ik zou de minister willen vragen of ze in een brief erop terug kan komen hoe ze omgaat met het koppelen van gegevens van mensen die nadrukkelijk hebben aangegeven dat niet willen, maar van wie die wens werd overruled tijdens de corona-opt-out, die werd overruled tijdens de periode. Ja, dat lijkt me het best om daar schriftelijk nog even op te reageren, want dat heb ik niet paraat. Maar het is natuurlijk wel zo dat als we hier spreken over ontsluiting van vaccinatiegegevens in één centraal overzicht, dat de opt-out daar geldig is. En of die is uitgezet gedurende de coronapandemie, daar heb ik geen inzicht in op dit moment, dus ik kom er schriftelijk op terug. Prima. Overigens, ja. Dan gaan we naar motie nummer 9, ingediend door de heer Van Dijk van de SGP. Het gaat over financiering van de uitbreiding van het onderzoek naar dementie. Ja, er is lopend onderzoek naar dementie. Tot
het jaar 2030 is daar 160 miljoen per jaar voor beschikbaar, waarvan 16 miljoen per jaar voor onderzoek. Dus ik weet niet of de heer Van Dijk dit nog zou willen uitbreiden, maar daar hebben we ook geen dekking voor. En dus is hij ontraden? Ontraden. Motie 10. De heer Van Meijeren heeft ons reeds verlaten, maar misschien dat u toch een oordeel kunt geven. Ja, dat gaat over het onderzoek naar geboortegegevens. De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 heeft hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Zeg ik even tegen Forum voor Democratie, die al vertrokken is. Dus kennelijk niet zo geïnteresseerd in het antwoord. Maar hij is ontraden. Dank u wel.